CTW is leren kijken. Als ik lesgeef, als we spelen, in alle lijnen komt leren kijken voor. Je moet goed kijken. Als je goed naar een ander kijkt, dan zie je heel veel en dan kan je je voordeel mee doen. Als ik lesgeef, dan zit er altijd een groepje naar andere kinderen te kijken. En dat vinden ze in het begin heel lastig. Maar dus ik speel met een groepje en een ander groepje moet kijken. En ik werk eigenlijk meer met dat groepje dat moet kijken dan met dat groepje dat moet spelen. Ook voorstellingen gaan over kijken. Fort is weer een heel goed voorbeeld dat de mensen zeggen, ja, maar ik vind dat het gaat over, ik vind helemaal niet dat het gaat over oorlog. En dan zeggen we, nee, wat vind je dan dat het over gaat? En dan noemen ze iets anders op, hè, dat het gaat over communicatie. En dan zeggen we, nou ja, dat kan je ook zo zien. Is dat dan ook goed, zeggen ze dan? Ik zeg, ja, want dat is jouw manier van kijken, zo kijk jij er tegenaan. Dus dat kijken is net zo belangrijk als leren lezen, zeg ik altijd. En dat is een lijn die de werkplaats altijd vanaf het begin heeft. In het begin nog niet bewust, maar daarna is daar een bewustwording in gekomen, zou je kunnen zeggen. Verandering was in de samenwerking met mensen, dat was één. Dat beeldende kunst een belangrijk onderdeel zou worden, dat was twee. En cultureel erfgoed, dat was drie. Dus dat je dat cultureel erfgoed belangrijk werd in het bestaan van jeugdtheater werkplaats. Eigenlijk heb ik vanaf dat moment zijn alle producties gaan over cultureel erfgoed. Dus over wat wij mensen gemaakt hebben. En hoe we daarmee omgaan en wat het betekent voor ons. In de nacht, toen het sliep, kwamen zij met 7 mijlslaarzen. De giraffen met 1000 verlichte ogen. Het dorp van zijn dromen beroven. De verhalen van je opa zijn belangrijk in de overleving van je familie. Maar zo zijn de verhalen in de geschiedenis ook belangrijk in de wortels die je hebt in je omgeving. En als je veel weet van je omgeving, als je iets ziet in je omgeving wat belangrijk is, dan ga je er ook goed voor zorgen. Dus dan ga je daar respect voor krijgen en zorg je daar goed voor. Verdwenen is het dorp dat je vanaf de stad uit de weilanden zag oprijzen. Gedeeltelijk reeds uit angst, verborgen achter bomen. Verdwenen is het dorp waar God aan één huis niet genoeg had. En de zondag gespleten werd doorgebracht. Verdwenen zijn de nonnen. Gods haren. Alles ging teloor. Het verdronken land. De kippenbrug. Het bos van de pastoor. Telkens kom ik terug op de plaats van de moord. De nieuwe inwoners hebben er nog nooit van gehoord. Dus daarvoor had ik losse dingen met Huip gedaan en losse dingen met Marijke gedaan. Losse dingen met Hans Belleman gedaan. Dus ik kende ze allemaal wel en die heb ik bij elkaar gebracht. Wat een beetje een explosieve club was, maar die heb ik wel bij elkaar gebracht. Want ik dacht, dat is een goede vorm. En ik wilde op dat moment ook mensen hebben die investeerden in de werkplaats. Die de werkplaats leuk vonden en niet zo van, dan kan ik een rol spelen en daarna kan ik weer kijken of ik iets verder moet doen. En deze mensen hebben veel geïnvesteerd in de werkplaats. Want ik ben een zakelijk leider. En ook artistiek leider. En die hebben heel vaak ruzie met elkaar. en ik doe eigenlijk alles. Doe ook de hele organisatie. Dus ik ben een spin in het web. Belangrijk is dat je mensen zich veilig voelen, waardoor ze geïnspireerd raken. Dus je moet je spelers, mensen altijd inspireren. Dus je moet zorgen dat je organisatie goed loopt. Dat is heel belangrijk. Dus die organisatie moet goed lopen. Kost heel veel tijd.
Dus ik werk gewoon vaak 60 uur in de week. Want ik doe die organisatie na het repeteren, want ik speel ook mee. Als je meespeelt, dan zie je ook alle kwalen die op de vloer ontstaan. Of de problemen die op de vloer ontstaan. En omdat je er onderdeel van bent, dan kan je dat ook oplossen. Je kan ook meteen heel snel oplossen. In outdoor bijvoorbeeld was het heel fijn dat ik een spin in het web was. Want als er zich ergens een probleem voordeed in de organisatie. Bijvoorbeeld werd de woningbouwvereniging werd bestookt met allerlei vragen. En die zei, ik word helemaal gek van de jeugdtheaterwerkplaats. Wie zijn dat en zo? En ik bel op en ik zeg, kom langs. Ik ga nu met je praten. Ik zal vertellen wat we aan het doen zijn en hoe het gaat. En het was binnen één gesprek opgelost. En deze mensen hadden iets van, oh. Die dachten, we moeten eerst door 5 mensen heen. Nee, dat was opgelost. Wilt u mij maar volgen? Komt u maar. Ik werkte met boeken eigenlijk, hè? Met boeken die ik op theater zette. Dus ik vier mijn jas, dat was boekjes van Toon Tellegen, verhaaltjes van Toon Tellegen. 1, 2, 3 en 4 van UNESCO. Wat absurdistisch is, heel erg leuk, maar allemaal woorden. Dus ik zei, ik wil van die woorden weg. En toen kwam ik een quote tegen van Karel Jonkheren. En die zei, woorden dienen alleen maar om de stilte te verbeteren. En toen zei ik, nou precies, dat is het. Je moet iets zeggen als je echt iets te zeggen hebt. En anders moet je je mond houden. En er is een stuk van Handke, dat heet Baas boven baas. En dat is een toneelstuk, dat is geen meme. En er wordt geen tekst in gesproken. Dat bleek heel erg bij mij te passen, bij wie ik was. Dus en dat hebben we heel erg uitgebuit en dat hebben we ontwikkeld eigenlijk. Werken zonder woorden. Houd u ons goed in de gaten en volg onze aanwijzingen. Ten slotte verzoeken wij u dringend te zwijgen tijdens deze gebeurtenis. Mensen die met mij werken, die doen ook allemaal ander werk. Dus als ik zo'n project maak, dan proberen ze die tijd vrij te houden. En zo is uiteindelijk echt wel een gezelschap ontstaan van dezelfde mensen. Dus ik heb een eigen filmer en ik heb een technicus, speler, muzikanten en actrices die altijd bij me blijven. En dat is heel erg leuk, waardoor we dezelfde ideeën hebben, elkaar heel goed kennen. En dus leuke dingen met elkaar kunnen maken. Zonder hen geen JTW. Bianca Krijgsman, Ricky Kolen, om even twee te noemen, die zaten nog op school. En ik werkte met Frances Sanders, de artistieke leider van het Amsterdamse Bos. Zij gaf les op de kleinkunst en zij pikte die mensen eruit. En we hebben ontzettend leuk met hun samengewerkt. Maar ja, zij waren echt heel goed. Dus dan zei ik, wil je meedoen bij de volgende productie? En dan zei Ricky, nou, ik heb auditie gedaan voor een film, dus ik weet niet of ik mee kan doen. Dan zei ik wel van, oké, dan wachten we even af of die film dan echt doorgaat. En als die nou niet doorgaat, dan kom je bij mij. En dus die heeft echt 2 keer bij mij meegedaan. Omdat zo'n film dan een jaar later is, heel vaak. En nou ja, dat was ontzettend leuk. Christian, de regisseur die we bij ons hebben, die is heel erg goed in het geven van elementaires. Dus die verzint prachtige elementaires. En het zijn allemaal eigenlijk kleine toneelstukjes. En die plakken we dan aan elkaar. Dus die geeft je een situatie van, zij is groot en jij bent klein. Of je hebt een stoel en je valt van je stoel. Of je moet, nou, en hij verzint gewoon, hij heeft een hele rijke fantasie. Hij verzint dingen. En wij doen dat. Helemaal. En dan blijkt dat er iets ontstaat. En dan bouwen we daarop verder. En het moet wel altijd ergens over gaan. Dus op een gegeven moment brengen we daar lijn in. Inhoudelijke lijn in. Niet dat mensen dat meteen kunnen oppikken. Maar voor ons gaat het dan bijvoorbeeld over jaloezie. En die jaloezie komt overal terug. In kleine momentjes. En dat geeft er een lijn aan. Dus dat doen we ook. Maar ik heb ook altijd iets geks. Ik kan bijvoorbeeld bolle wangen maken. Dat zal ik even doen. Dit. En dan kan ik ook nog praten.
Nou, dat ziet er dus niet uit, maar dat doe ik dan. En dat werkt meteen. Ja, als je dat doet. Nou, dat soort dingen komt heel snel terug. We hadden bijvoorbeeld Jutte ook van die bolle wangen. En hadden ze dan wel met pingpongballen. Blijkt dat ik de enige ben die echt grote pingpongballen in kan. Want mijn collega's kunnen dat niet. Die hebben niet zoveel wang. Ik vind dat het altijd ergens over moet gaan. Maar ik vind ook dat je kunst moet maken. Maar die twee dingen moeten wel samen gaan. En je hoeft het kinderen niet makkelijk te maken. Dus de dingen die we maken zijn niet altijd makkelijk. Er is altijd veel in te lachen in de voorstelling. En er is ook ontroering. Passie. Wanneer wij werken op plekken, is er altijd passie. En dan van iedereen. Dus niet alleen van mij. Dus niet alleen investeer ik heel veel als Marjan of als zakelijk leider. Maar ook mijn mensen. Maar ik denk dat ik wel de inspiratie ga missen. Dus als ik naar beeldende kunst ga, denk ik toch, oh, wat kan ik daarmee doen? Oh, wat is dit interessant? En als ik gebouwen tegenkom, denk ik altijd, hier wil ik iets in maken. Dan zie ik weer een gebouw wat ontmanteld is en met ruiten, of ik nou in het binnen of in het buitenland ben. En dan denk ik, oh, je kan hier van alles doen. Maar dat doe ik dan niet meer. En dat mis ik wel. Ik mis niet de hele organisatie die er al vast zit. En alle neuzen naar dezelfde kant krijgen. Maar dat werken is fantastisch. Dat werken in een gebouw. Het leren in zo'n gebouw en kijken wat je daarmee kan kijken, is geweldig. Dus je gaat minder goed kijken als je niet werkt, ben ik bang.